Ik heb een kraslot gevonden en daar een hele grote geldprijs mee gevonden. Hoeveel? 7601 euro. Hoe heet die kraslot? Het was een lucky strike. Oh, dit zijn sigaretten. Het was een lucky scratch. Kut, sorry, daar ga ik de man toe. Dames en heren, welkom en leuk dat jullie allemaal weer kijken naar Bluff, het programma waarin we bekende mensen en Appie Moussa uitnodigen. Hai, ik ben niet bekend. Om verhalen te vertellen, maar of deze verhalen de waarheid zijn, ja, daar gaan we vandaag achter komen. Mannen, gezellig dat jullie er zijn. Zeker. Ja? Jullie waren even alvast aan het oefenen? Ja, man. Ja. We hebben gegokt van wie het langst hem zo houdt, krijgt deze munt. Ja. Dus, Oké. Ik krijg hem. Munten. Nou, laten we beginnen. Laten we beginnen met de eerste dan. Dan begint iemand met een kleine achterstand. Let's go. Oké, is goed. Wie telt af? Moet ik meedoen? Ja. Oké, 3, 2, 1, go. Oeh! Appie. Oh. Ja, ik heb gewonnen. Hierin is allemaal, ja zeker. Zeker, dus we begonnen eigenlijk allemaal met een aantal fiches, muntjes. Eerste L gecatcht. Mannen, gezellig dat jullie er zijn. We kunnen dit de hele middag doen. Ja. Appie, kan je een beetje bluffen? Zeker, man. Ja, ik lieg heel de dag door. Ja. Ik heet ook niet Appie. Nee. Dus, ja. Eigenlijk ben je al aan het winnen. Ja, man. Ik heb al gewonnen. Dus poker hier wel eens? Nog nooit gedaan. Super. Dus dit komt helemaal goed, mensen. Dit gaat helemaal winning. Meteen. Winning team. Fijn, John. Hey, het gaat lekker op YouTube. Ja, ik doe mijn best. Een soort generatie van nieuwe sterren staat op. Is de YouTube game nu een beetje aan het veranderen? Ja, ik weet het niet. Ik focus me eigenlijk gewoon meer op mijn eigen dingen. Ik kijk natuurlijk ook naar andere mensen waar ik naar opkijk natuurlijk, maar... Naar wie kijk je op? Ik kijk op naar QC. Ja, ik ook. Altijd. Oh. Hey, hij is afgevallen, hè? Ja. En zo knop vind ik ook hard. Ja. En zo kan ik wel doorgaan, maar er zijn heel veel harde mensen. Day one. Ja, man. Enzo is gangster, man. Ja. Ik vind het hard, man, dat hij het elke dag blijft doen. Ja, we doen nog heel even een keertje opnieuw. Day one, zeg even day one. Naar wie kijk je op? Day one natuurlijk. Day one, kijk natuurlijk, ja, zeker. En Enzo Knol natuurlijk. En Enzo, ja, tuurlijk. Ja, QC ook een beetje. Ja, een beetje, ja. Super, dan doen we dit erin knippen. Jiri, hoe is die? Ja, goed, mijn net album Icarus gaat dat streamen, je toch? Ik kan niet klagen, man. Ik ben veel aan het maken. Denk je dat je deze twee mannen aankan? Ja, ik kan niet echt liegen of zo, maar ik kan wel goed strak kijken, dus ik denk wel, jiri, toch? Vandaag wordt gewoon gevaarlijk. Ja. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Ik heb een celstraf en een taakstraf gekregen voor inbraak. Ja, dat geloof ik meteen. Hoe kom je aan je horloge? Je kent het wel. Wil je weten hoeveel karaat? Genoeg. Hoe lang zat je vast? Ik heb niet... Staat hier dat ik heb vastgezeten? Oh, ja, dat klopt. hoe lang ik heb vastgezeten? Mooie vraag. Het is een tijdje terug, dus een half jaar ongeveer, zoiets. Oké. Met een taakstraf. Ook nog, damn. 12 jaar en taakstraf. Ja, is wel een beetje gek. Niet 12 jaar, hè? Het zijn half jaar. Half jaar en plus taakstraf, maar je krijgt meestal één van de twee. Ja, klopt. Hoe oud was je? Gekregen. Ik was 16. 16. Zat je gewoon normale chillen? Nee, jeugdgevangenis. Dat kan welke? Niet. Welke? Daarom vaak. Oh, je wil me testen? Ja, welke? In, hoe heet het? Iets met de H. Houten. Oh ja, voor iets waar je een half jaar hebt gezeten is toch wel dat je dat niet... Maar ik ben wel 20 nu, hè? Ja, dat klopt. Waarom ik een taakstraf erbij heb gekregen is omdat... Ik deed het niet alleen, ik deed het met een amigo. Mm-hmm. En hij had een wapen bij zich. Oh. Waardoor het een, hoe noem je dat? Een hogere... gewelddadige inbraak was. Zo noem je dat. Wat denk je? Het verhaal is op zich wel geloofwaardig, maar ik denk wel eigenlijk dat hij kept. John, je zou nooit tegen me liegen. Maar ik geloof er niks van. Dus ik zet in. Zoveel munten dat je liegt. Ik zet hetzelfde, ook op dat hij liegt. Cap. Cap, ja, zeker. Nou, dan mag jij je kaartje omdraaien en ons vertellen of je verhaal de waarheid is of niet. Is de waarheid... Nee, grappig. Oh, ik heb niet van. Deze guy. Shit, man. Ja. Ik heb slecht gelogen, man. Weet je waarom je mij hebt gepakt? Hij vroeg me waar. Ik kon niet zeggen waar. Ja, dat pakten we ook. Je zei iets met een H? Kijk, zo zie je maar, ik weet zulke dingen niet. Zo zie je maar, ik ben op school. Ik doe zulke, ik ben niet de jeugd, ik ben op school. Oké, maar het mooie is dus dat je nu wel dik achter staat. Geen probleem. De mannen die net wat hebben verloren aan jou, die hebben het nu dubbel en dwars weer goed gemaakt.
Dus de eerste ronde ging als een flits voorbij. Ik ben opgepakt omdat ze dachten dat ik van de IS was. En ja. Sorry, ik weet niet waarom ik lach. Dat ja. Lach mij. Ja, toen heb ik iets van 10 uur of zoiets gezeten. Toen ben ik weer naar huis gestuurd omdat ik heb verteld wat het wel was. Ja. Heb je gewoon je videoclips op YouTube laten zien? Ja, ja, precies, ja. Waar was het? Venlo. In Venlo? Ja. Hij komt Venlo niet uit. Nee. Maar in je eigen stad had je wat speciaals aan? Ja, ik was fully true religion, helemaal wit. Heel fresh. True. Heel je fresh. Weet het. Ja, zeker. Had je een turban op? Nee, dat niet. Dat niet. Geen turban. Een rugtas of zo, wat je gooide? Ja toch, dat zijn die pranks toch? Ja, rugzak, nee. Ik gooide, ik had de wapens. Die heb ik weggegooid toen ze aankwamen. Je had wel wapens? Oh, dus. Je had wapens. Maar ja. Echte wapens? Nee, nep wapens. Had ik speciaal voor de videoclip. Oh, was echt voor de videoclip? Het was voor de videoclip. In clips? Ja, politie komt altijd kijken bij clips vaak. Ja, ze haten hip-hop. Nou ja, hip-hop. Nee, ik denk gewoon als je met de grote groep bent of zo, komen ze vaak wel kijken toch? Jullie hebben hier een paar dingen gezegd waarvan ik blij ben dat ik ze niet heb. Ja, hey. Als ik gekend ben, iedereen sorry alvast. Dit is mijn apology. Jiri. Sterk verhaal, maar ik geloof er geen zak van. En waarom niet dan? Kijk, de IS is wel heftig koek. Ik denk dat ik kan het niet beter verwoorden. Heftig koek, zware pap. Daarom, verkade. 3 punten. Ah. Op cap. Op leugens. Kom op, John. Verkade, wist je nog? Of ben je het nu al vergeten? Ik zet op waar. Op waar? Ik zet op waar. Hoeveel in totaal? 8. 8. Wil je nog iets erbij? 9. Oh, wat schande. Oh my god. Als ik dit verlies, dan heb ik wel een grote schandalige L gepakt. Maar ja, it is what it is. Die is zo heftig, man. Ik was vergeten, zeg maar. Het is gek dat je die bent vergeten. Ja. Je bent 5 minuten geleden blijven hangen. Daarom, delay. Mijn antwoord zit vast. Ja? Je dankjewel dat je me bij mijn volledige naam bent. Je mag nog, als je wil, nog verhogen. Nee, ik houd zo. Ja? Heel doordacht. Ja, dit. Snap ik. Ja. Maar eigenlijk, ik denk wel dat het waar is, want... anders zou hij niet... Kijk, anders zou hij niet zo... Hij zou niet zomaar IS zeggen. Hij zou niet... Hij is wel specifiek, joh, maar... Niemand zou zo... Anders zou hij speciaal met cap, hè. Dat is echt radicaal, hè. Super, Jiri, dan wil ik nu graag het antwoord van jou. Zwaar. Geen meer geld. Ze dachten dat hij bij de IS zat. Ja. Ik denk dat we daar eerst over moeten praten. Denk nou, jullie. Die reden dat ze dachten dat het IS was, omdat ik had een vlag toch? Een zwarte vlag met Ambo erop, jullie toch? Oh. En oh. Zeg maar, een vrouw liep met de hond door dat natuurgebied waar we schoten. Ze belde direct van ja, er is een terroristische beweging hier bezig. Omdat er lag, ja, er zat iemand op de vloer, jullie toch? Vastgebonden. En wij waren met die vlag en die ganus. Zijn brada was erbij. Hij was erbij bij de clipshoot. Het gaat hier best wel gelijk op, kijk. Maar... Ja, het gaat hier helemaal mis. Nou ja, dat niet. Het ligt eraan. Alles kan nog gebeuren in de laatste ronde. Ik heb een kraslot gevonden. En daar een hele grote geldprijs mee gekregen. Hoeveel? 7.601 euro. Dat is heel veel geld van een kraslot van 3 euro. Waar vond je hem? Ik had hem gevonden, gewoon in mijn kast. Mijn kledingkast. Deze waar heb je hem gekocht? Gekocht in de corner store bij mij in de straat. Ik ga mijn adres niet leaken, kleine John. Nee, ik vraag maar... Het is in die corner store. Was het recent? Ja, het was recent, ja. Mm. 3 weken geleden. 3 weken? Oké, dan heb ik nu een hele goede vraag. Ja. Hoeveel belasting is er afgegaan? 2011 euro. Ja. Hey, dit is te accuraat, man. Als hij zo goed ligt... Ik was heel blij mee. Ja, ik zou daar ook best wel blij mee. Ja, hij is best wel. Ben ik eerlijk in. Vind je niet gek dat je daar blij mee was? Nee, ik heb nog nooit zoveel geld in mijn leven gehad. En daarna ook nooit meer, dus... ik leef van die 7000 euro. Ik heb een vraag voor jou. Ja. Hoe heet die kraslot? Het was een lucky strike. Oh, dit zijn sigaretten. Het was een lucky scratch. Kut, sorry, daar ga ik de man zitten. Hey, dit is die ding van, ja, ik lieg. Maar hij liegt niet. Dan niet. Heb je iets gedeeld? Nee, niemand. Niemand? Zo gierig ben ik wel. Koop je vaker krasloten? Alleen als ik me lucky voel, eigenlijk.
Alleen als je je lucky voelt. Ja, en dat is elke dag. Hoeveel kost zo'n ding? Hoeveel kost dat? Het was 3 euro. Vertrouw deze man gewoon niet of zo. Ik koop ze nu al ongeveer 2 jaar in en uit. Dus je hebt er ook al duizenden euro's aan uitgegeven? Als je het zo neerzet, JJ Bosker, ja, dan wel. Maar weet je, dat is de game van het spel. Ja, dat is de gimma. Okay. Dat is de gimma, Yusu. Maar hoe, zeg maar, je wint en dan? Ja. Ik ga naar die winkel, ja, toen moest ik mijn rekeningnummer daar neerzetten en toen kreeg ik het gestort naar mijn account. Ik vind 7601 wel een soort van random getal. Ja, als ik mocht kiezen, ging ik al in. Waar? Doe met die info wat je wilt. Oké, ik zet alles in. Lekker, goed, daar houden we van. Op laatste cap. Ronde. Of dat hij bluft. Kijk, ja. Zeg je eerlijk, ik wil koning van deze tafel worden. Ik heb niks aan halve dingen. Of wacht, hij zet alles. Dat hoef ik niet. Dat kan ik gewoon slim doen eigenlijk. Wacht even. Dus je gaat eerst zeggen, ik wil koning worden. Ik wil koning worden. En daarna... Wat, als hij het mis heeft... Dat klopt, ja. Dan heb je gewonnen, ja. Maar daar heb ik niks aan. Ik ga alleen op waar. Alleen op waar? En als het waar is, dan verwacht ik gewoon nog 500 euro in mijn rekening. Deal. Oh! Ja. Hey, camera! Deal. Maar dit blijft staan. Appie, mag ik voor jou? Nee, nog niet, nog niet. Ik vind het spannend. Ik denk dat het tijd is om het ijs te breken. Ja? Oké, wacht even. Ik ben nog steeds prestatie. Sorry. Ik dacht echt wel. Ik had er al te veel zin in. Ik was echt op die let me host. Ja? Appie, wil je ons alsjeblieft uit ons lijden verlossen? Dat ga ik doen. Wat is het antwoord? Het was een leugen. Kijk zijn gezicht. Hij haat me nu echt. Die gaat daarin. Die gaat daarin. En die voor jou wordt verdubbeld. Oh, nog meer toe. Ja. Ten eerste wil ik even sorry zeggen tegen kleine John. Ik loos echt gewoon. Echt die man, hard. Hij geloofde echt in me. Dus de I'm kinda sad about that. Ja. Die man komt. Hoe kom je op 7601? Ja, daar ging het ook fout, mijn vriend. En hij weet alles. Ja. Ik dacht dat jij het echt mijlen ver al rook. Ja, deze man is totaal op niks. Echt meteen. 7601, zei dacht ik, ja, dat is, je hebt nooit. Dit is niet, ja. Je hebt nooit van die prijzen. Ik dacht ook echt van nooit gaat iemand waar zeggen. Op nee, je hebt nooit van die prijzen die zo specifiek zijn. Ja, en ik zei bij de belasting ook gewoon een random 2000 en. Het is echt specifiek. Ja, specifiek. Ja, weet je, het is, ik heb nooit de kraslot ik heb nooit zoiets gespeeld. Ja, man. En Toto en zo ken ik allemaal ook niet. Je bent ook pas 20, toch? Ja. Half jaar daarvan vastgezeten. Ja. Je mag net vrij. Ja, ik begrijp het. Ja, daarom begrijp ik. Ik heb veel binnen gezeten. Ik snap het. Alleen tv kijken. Ja. Jij bent de silent killer van vandaag. Ja, toch? Ik dacht echt zitten en winnen. Ja, man. Hij is heel zakelijk gekomen op ons ook. Klein John 0. Ik was hier voor spek en bonus. Spek en bonus. Stukje spek. Ja, uiteindelijk de winnaar hier is Jiri. En weet je wat ook lekker is? Omdat je dus hebt gewonnen, mag je nog even ongegeneerd hard je eigen muziek promoten? Nou ja, ik heb een album uitgebracht, Icarus, onder het label van Ronnie. Ga dat checken. Hele mooie muziek. Als je van slechte muziek houdt, dan ga het vooral niet checken, want dan vind je het waarschijnlijk wack. We doen even een linkje in de beschrijving. Ja. Oh. Ja. Geen enkel probleem. Ja. Dit is voorlopig de laatste aflevering van Bluff. Maar niet getreurd, in december zijn wij namelijk gewoon terug met de finale tafels. En het mooiste is dat zelfs degenen die onderaan zijn geëindigd, kans maken om terug te komen. Want wat moet jij dan doen? Ja, want we vragen iets van jou. Gewoon even in de comments laten weten wie dat zou moeten zijn. Want dan zien wij ze hier aan tafel in december. Appie, wil jij hem voor de rest afsluiten alsjeblieft? Nog zomaar iets. Dank jullie wel. Vergeet niet te abonneren. Tot later. Ciao. Ciao.